U kijkt naar aflevering 29, tweede reeks van De Muzen. Op vrijdag 13 mei aanstaande is in de Nijmeegse stad Schouwburg de opera Koeien van Mischa Mengelberg te zien. Uitgevoerd door Mischa's legendarische Instant Composers Pool Orkest, dat inmiddels ruim 45 jaar bestaat. De Muzen beschouwt deze voorstelling als een historische gebeurtenis en besteedt derhalve deze en de volgende uitzending van De Muzen aan dit heugelijke culturele feit. Dat doen we met zeer bijzondere eigen opname. Mischa Mengelberg leidt al geruime tijd aan Alzheimer. Maar De Muzen zocht de pianist-componist in 2010 op, bij hem thuis in Amsterdam, in verband met een concert dat het ICP-orkest in de Lindenberg toen zou geven. Dat was de laatste keer dat Mischa met het door hem samen met Han Bennink en Willem Breuker in de tweede helft van de jaren 60 opgerichte ICP in onze Waalstad te zien was. We beginnen de uitzending met een deel van de Mischa Mengelberg compositie Samba Zombie uit dat concert. Een nummer dat juist ook nu, deze maand, uitgebracht is op de nieuwe ICP-CD Restless in Pieces. Zou jij, is het mogelijk om een één zin, of hoe dat jij dat natuurlijk ook wil zeggen, maar om te proberen aan te geven wat de ICP al die jaren bij elkaar heeft gehouden en wat de kracht is van het orkest? Dat zijn moeilijke vragen. Dan moet ik eventjes een nieuw doosje met tissues uit de kast halen. Ik vind wel dat het een Want die ICP bestaat dus inmiddels, ja, wat ik al zei, 42 jaar of zo. Ja, dat is een feit. Dat is een prestatie op zich natuurlijk. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik probeer een beetje alle rompslomp van het componeren met structuren bezig te houden. Ja, niet. We maken wel eens stukken die geen begin hebben, ook geen einde. Zolang dat zo blijft, heeft het mijn zegen. Michael, welk jaar kwam jij bij de ICP? 81. Toen was je net in Nederland of al op tijd? Want je komt uit... Ja, in Nederland al. Welk jaar ben je naar Nederland gekomen en hoe is dat toen gegaan? Voor het eerst in 78. Met een theatergroep uit Salt Lake City. Een memegroep. Fools, de Festival of Fools iets? Festival of Fools, inderdaad. Ja. En jij kende de ICP al wel als groep? Helemaal niet, nee. Ik ken die mensen. Ja, ik ken de Han van Last Day, van de Eric Dolphy plaat. Die waren alleen namens. Ik, ik,
Ik had geen gezicht bij het, in mijn hoofd. En hoe kwam jij in contact met Han en met de andere ICP-mensen? Via. Ik heb, daarvoor heb ik met Maurice gespeeld in een theaterstuk. En toen... Maurice Hofshuizen. Hier blijven, kan ik verblijf vergunning. Omdat ze zeiden dat ze kon geen Nederlander vinden die dat wil doen of kon doen. Dat ook. Dus een paar maanden op de NES in Amsterdam. En ja, ik heb Ernst Reiziger ontmoet. Ja, dat is en ik heb Han via Ernst ontmoet. Of via Gijs Hendricks. Of, ja. Zat Ernst Reiziger toen in ICP ook in die tijd? Nee, nog niet ook. Maar... Nee, hij speelt met Han. Maar hij woonde in Bussum, maar kwam altijd naar mijn stal om te spelen. En toen was Ernst, hij belde me enthousiast op over een eekhoorntjes die hij zag. En volgens mij was dat de eerste keer dat ik de stem van Michael door de telefoon hoorde. En helemaal... In New York. Ja, sorry, ja. En dat hij zei, ah man, stel je niet zo aan. En toen kende ik hem nog helemaal niet. Skills en overal. Dat was de eerste keer. En zo, ja, via Ernst. Ernst kwam, ik denk op zijn 14e, 15e al bij mij in de stal. Michael, even ook toch nog aan jou. Toen je dus bij de groep ging in 81, wat voor soort groep vond je het eigenlijk? Wat voor band was het? Ik vond het heel moeilijk, want de saxofoon section was Peter Broodsman en Paul Termos en Kesher van Maslach. Oh nee, Kesher en Peter in het begin. En die zijn een heel sterke personaliteit en ik kon mijn weg helemaal niet vinden. Maar het duurde heel lang eigenlijk. En we gingen meteen naar Japan voor 2,5 weken of zo. En ja, ik deed maar wat. Ik speelde voornamelijk klarinet. Ja, je deed maar wat. Je zegt, ik kon me er niet in vinden op dat moment. Ik voelde als een jongen eigenlijk. Een brave jongen. En die andere mensen hadden iets gemaakt, iets vol. En ik helemaal niet. Ik wist niet wat ik wilde doen. En alles. Het is allemaal nieuw voor mij. Het is heel leerzaam. Hoe lang heeft dat geduurd, het proces, dat je wel dacht, nou hoor ik erbij? Ik weet niet. Dat je opgezogen niet het waar. Dus de Miesje heeft andere mensen gekozen? Of, ja. Nee. Na een jaar was ik comfortabel. Maar soms ben ik nog steeds niet comfortabel in die groep. Ik weet nog steeds niet mijn rol of wat dan ook. En hier ook niet. Ik vind het heel eng om met de trio te spelen eigenlijk. Ja? Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Dat is heel maar goed. We kunnen alles doen. Ik weet dus ook niet wat ik moet doen. Precies. Het gebeurt gewoon. Zie je wel. Je vindt het eng? Ja. Yeah. Yeah. Spannend. Ja. Oh. Okay. Ja. Thank you.
Ernst, weet jij nog welk jaar jij erbij kwam? Nee, ik weet het jaartal niet meer. Maar het is... Want ik ben heel slecht in de hoofd te rekenen. Ik weet dat ik er 20 jaar of zo in zit. Zoiets. Dus zo moeilijk is dat nou ook weer niet. Kom op. Jaren 90. Ja, in de jaren 90. Toen ben ik bijgekomen. Want ik speelde toen... ik speelde veel met het zogenaamd Amsterdam Strijktrio. Dat was met Ernst Reiziger, die toen in het ICP zat. En Maurice Horsthuis. Daar hadden we een strijktrio. En ondertussen was ik ook bezig met contrapuntlessen bij Misha. Toen ik ergens in de 30 was of zo. En met Hans speelde ik al heel veel de dingen. Ja, heel veel. Met Hans Dulfer. Met Dulfer en met Jan Kees en met Harry Miller, weet je wel. Ja. Ja, ik heb zelfs nog een clip van jou gezien laatst met Herman Brood. Ja, ook. Daar zat Han niet bij, geloof ik. Wel toen met Little Willy Littlefield. Ja, ja. Hebben we ook gespeeld. Ja, weet je wel. Dat was ook geweldig. Uit de Houds was ook geweldig. En Herman Brood was ook leuk. Ook was. Maar zou je kunnen zeggen, ik bedoel, jij komt er dan dus een stuk later bij de groep. Wat voor groep trof jij aan? Wat wist jij van de groep? Wat voor soort orkest was het voor jou? Nou, kijk, Han kende ik natuurlijk al, dus voelde ik al een sterke band mee, een muzikale band, maar ook een persoonlijke band. En Misha is al eigenlijk al heel lang een ongelooflijke inspiratiebron voor mij geweest. Ook omdat hij monkstukken zo goed kon spelen. En daar was ik zelf ook al op vroege leeftijd in geïnteresseerd, toen ik nog niet in Amsterdam woonde. Dus die elementen waren in ieder geval al in het orkest vertegenwoordigd. En vind ik ook, ik vind een hoogtepunt in de loopbaan van het orkest, is dat Misha op een gegeven moment dat eerbetoon aan de muziek van Herbie Nichols heeft geschreven. Dat heeft hij zo geweldig gedaan. Dat was een, voor mij heeft toen het orkest zich op een ongelofelijke plek weten te manoeuvreren. Door die muziek te spelen. En zo goed te spelen. En waar zat hem dat in? In de aanpak van die muziek en de houding daarbij? Het zat in de arrangementen die van zeer hoge kwaliteit zijn. En in de uitvoerders. Met name Michael natuurlijk. Ernst Reiziger speelde. Dus er zat toen eigenlijk geen bas in het orkest. En Ernst Reiziger speelde de baspartij. En dat was, vond ik dat hij dat geweldig deed. En er waren natuurlijk ook gasten. Steve Lacy speelde ook wel mee. Ja. En George Lewis. Anthony Braxton. Ook in dat project niet hoor, geloof ik. Nee. Wel weer in andere dingen. Maar ik vond dat was wel het... Ja, voor mij was het een soort levenswens die vervuld werd. Om met dat orkest mee te mogen spelen. Misha ken ik ook al, hoor. Want daar speelde ik soms mee op de kunstenaarssociëteit De Kring. En dan speelde ik met Harry Piller en met Evert Hekkema en met anderen. En met Nico Bunnik ook heel veel. En Misha die hing daar ook rond. En dan heb ik ook vaak met hem gejamd, zoals ze dat wel noemen in de jazz. Veel met hem gespeeld ook. Dus je kende hem als muzikus en improvisator. Ja. Maar Misha was een, zeker in die tijd, was niet een heel makkelijk benaderbaar persoon eigenlijk. Of tenminste, hij was vriendelijk en aardig. Maar hij kon je ook erg op het verkeerde been zetten. En dat is hij eigenlijk altijd blijven doen ook. Maar het was toen erger dan later in zijn leven. Dat denk ik wel. Hij kon je bijzonder ongemakkelijk doen voelen. Op het irritante af? Absoluut, ja. Ja, en erger. Je vond het leuk? Ja, spanning creëren. Hij vond het leuk om mensen die elkaar haat bij elkaar zitten. Dat soort dingen. Alles. Als het spanning oplevert, dan is het goed. Maar irritatie kan ook een concert flink naar de kloten helpen, stel ik me zo voor. Dat maakte hem geen ene reet uit. Nee, dat vond hij juist fijn als het op zo'n manier naar de kloten werd geholpen. Dat was hij de eerste
die zei, wat een fantastisch concert hebben we hier gespeeld, zeg. En Misha was onder geen hoedje te vangen in dat de dingen, echt niet. Maar Suzanne zegt altijd dat ik behoorlijk gepest ben, want ik trapte er altijd in. En er waren natuurlijk momenten dat ik voor dit ensemble veel te hard speelde. Ik heb daar ook van geleerd. Dat ging heel irritant roepen, terwijl hij voor mij in hoge tempi geen maat kon houden. Ging hij naar mij roepen, Hans, slifjes, slifjes. Dan moet ik altijd aan sliptongetjes denken. Hij bedoelde daar brusjes mee. Want ik speelde gewoon te hard. Of dan had ik het tussen. Maar jij stelde net die vragen. En de tijdspannen tussen Ernst en Michael, die heb ik natuurlijk meegemaakt. Maar toen Michael erin kwam, toen klonk het orkest al eigenlijk heel anders. Dat toen Ernst erbij kwam. Dat, hoe bedoel je dat? Nou, dat was een. We zijn van een soort van chaos naar vorm gegaan. Want Misha die hechtte zeer veel aan vorm. Het moest wel vorm hebben. Of het moest godvergeten vormeloos zijn. Maar wel zo vormeloos dat je het bij Rotterdam ergens kon oprapen. Zoiets, weet je wel.
volgende uitzending, deel 2 over koeien, Micha Mengelberg en de ICP. Deze aflevering van De Muze werd gemaakt door Michel Holla en Bas Andriessen.